ben Charlotte. Ik ben naar Australië geweest met WEP. Ik heb daar het Wildlife-programma gedaan. Dus werken met wilde dieren in een park. Ik ben in Cairns aangekomen en daar moesten we dan één nacht in een jeugdherberg verblijven. En de volgende morgen werden we opgepikt met een busje en die bracht ons dan naar Port Douglas, waar dat project was. Daar werden we in het park zelf rondgeleid. Dus dan vertelden ze eigenlijk wat onze jobjes wat gingen zijn voor de volgende dagen en hoe dat allemaal in zijn werk ging gaan. En dan zijn we met de manager eigenlijk van dat park zelf, heeft hij ons nog in Port Douglas rondgereden om het dorpje wat te herkennen. En dan zijn we in de jeugdherberg aangekomen, waar we dan gingen verblijven tijdens die anderhalve maand. En daar hebben we ook de andere vrijwilligers ontmoet en dan legde die ook nog heel veel uit hoe dat allemaal ging gaan. Werken in een wildlife park. Wij werkten daar 5 dagen om de week en het was vooral met wilde dieren dan verzorgen, eten geven, echt alle taakjes eigenlijk dat je zoals in een zoo eigenlijk zou doen. En dan eigenlijk dichter bij de dieren staan dan in een echte zoo. We hadden altijd in de voormiddag hadden wij altijd zo drie dezelfde soorten taken dat je moest doen. Ja, dan mochten we zo wat kiezen, dan werden wij de verzorgers vroeger dan mensen mee omdat die hulp nodig hadden en dat was dan heel verschillend van dag tot dag. En we kregen daar ook altijd ontbijt, omdat we dan al eigenlijk om 7 uur 's morgens begonnen. Dan kregen we rond 9 uur ontbijt en dan ook middagmaal daar. Heel ver in Australië kon je natuurlijk niet gaan, want dat was groot. En op zich hadden we dan altijd maar 1 of 2 dagen vrij achter elkaar. Maar wel in de buurt hebben we wel veel gezien. Ik ben naar het Great Barrier Reef geweest, daar ben ik gaan duiken en het regenwoud bezocht en allemaal watervallen en zo. Dus je kon eigenlijk wel alles doen wat je wou doen. Echt zalig eigenlijk gewoon. Dat was echt de beste ervaringen tot nu toe uit mijn leven, denk ik. Echt gewoon, als ik iemand zou moeten raden, echt gewoon gaan. Echt gewoon doen, niet over nadenken, gewoon gaan. Ja, ze zeiden altijd, no worries mate. En geen zorgen.